We zijn nu vandaag voor de tweede dag in Bulgarije. We hebben een reisdag gehad en nu twee keer in de wedstrijdhal getraind. En het voelt best wel goed. Het lijkt een beetje op de wielerbanen in Apeldoorn. Dus het is best wel grappig. En allemaal oranje stoeltjes. Dus het voelt best wel een beetje alsof we thuis gaan spelen. Nou, we hebben de wedstrijd van de Nations League geanalyseerd. En daar hebben we zeker punten uitgehaald die wij kunnen verbeteren. En natuurlijk ook hun tactiek tegen ons gezien. Het is wel een verschil dat wij Laura Dijkema en Mariette Gottes erbij hebben. En zij hebben Louisa Lipman nu ook erbij. Dus de teams zijn ietsje anders dan op de VNL. Maar ja, dat was gewoon een echte strijd. Dat was nog in het begin van de VNL. En allemaal nog lekker fris ook in het koppie. En dat was gewoon een dubbeltje wat twee kanten op kan vallen in die wedstrijd. En dat is net de Duitse kant op gevallen. Maar ja, ik denk dat we nu, wat ik net al zei, geanalyseerd hebben. En ik denk dat wij er beter voor staan dan toen. We hebben wel geprobeerd om ook in de poolfase echt gewoon per wedstrijd naar onszelf te kijken en het beste volleybal kunnen spelen wat we willen. En daar gaan we in principe mee door. Maar ik zelf voel wel, het is nu wel de dood of de gladiolen. Je wint of je bent naar huis. En we willen gewoon heel graag door in het toernooi. Dus ik voel bij mezelf in ieder geval wel een beetje die extra spanning al sinds gisteren. Sinds we eigenlijk weten dat we tegen Duitsland moeten. Dat je, ik heb gewoon echt wel zin om die wedstrijd te spelen. En het zijn gewoon goede speelsters. En je hebt echt letterlijk pas van ze gewonnen als je in de kleedkamer zit. We hebben heel vaak 3-2 gespeeld en een lange wedstrijd ervan gemaakt. Dus ik denk dat we gewoon klaar moeten zijn. Wij ook zelf niet opgeven. En door tot het bittere eind.